wat, hoe dit ging en waar we op uit waren. En ik had ze natuurlijk heel hard nodig aan tafel. Want als wij een goed schadeprotocol wilden, dat ging ik niet in mijn eentje redden. Daar had ik ze gewoon heel hard bij nodig. Dus ik wilde ook heel graag dat ze weer aan tafel kwamen. Ja, en dan uiteindelijk is dat nieuwe schadeprotocol er. Ja. En als dat protocol er doorheen is, dan zegt minister-president Rutte na de ministerraad op een vrijdag van het is niet alleen een zaak van de Rijksoverheid, maar het vergt ook betrokkenheid en voortvarendheid van Groningse bestuurders. Ja. Wat vond u daarvan? Ja, ik vond het echt ongehoord. Nou, weet je, wij hadden maandenlang geprobeerd vertegenwoordigers van het ministerie zover te krijgen om met ons te praten over een schadeprotocol. En dat kon niet vanwege de formatie. Men was demissionair, men kon niks. Overigens, in juni was de minister-president nog in Groningen geweest en had gezegd dat de demissionaire status van het kabinet totaal niet in de weg kon staan van het feit dat we schadeprotocol. Daarna, dat vond ik heel bijzonder trouwens. Het is heel bijzonder dat de minister-president zegt het staat niks in de weg en daarna verandert er helemaal niks. Dus ik heb echt het gevoel dat hij dat voor de bühne daar heeft gezegd, maar vervolgens nergens daar gevolg aan heeft gegeven en tegen minister Kamp of waar elders zorg dat dit geregeld wordt. Niks staat ons in de weg. Zorg ervoor dat er weer bewegingen komt. Er is niks gebeurd. Die opmerking, het kan, ook al zijn we demissionair, heeft geen enkel gevolg gehad in de praktijk. Vervolgens is er een beving, komen weer heel veel schades, die worden niet behandeld, want er is geen schadeprotocol. Dan begint de politieke druk op te lopen en dan gebruik je als politiek trucje door te zeggen, ja, maar ik doe het ook niet alleen. Terwijl maandenlang hebben wij, burgemeesters, ik, maatschappelijke organisaties, zitten smeken om beweging en om reactie op de dingen die wij maakten. Want die protocollen die wij maakten, die het vierpijlerdocument en dat protocol later was, omdat er geen sjoege kwam, dachten we, doen we het zelf wel. En dan zeg je als minister-president, als de druk een beetje te hoog wordt, ja, dat ligt ook aan Groningen zelf feitelijk. Nou, ik vond het echt geen stijl. En ik vond het een typisch Haagse framing. Ik dacht, Potjan, ga toch een probleem in onze provincie eens oplossen. In plaats van je eigen politieke probleempje proberen onder de tapijt te vegen. Want dat was wat er gebeurde. En toen was de druk zo hoog, er stonden er 10.000 mensen op de vismarkt, dan konden ze niet anders en toen was er in één keer wel een schadeprotocol. En dat is wat ik net bedoelde met argumenten tellen niet. Want dat schadeprotocol had er in maart natuurlijk al moeten zijn. Toen was al lang duidelijk waar dat protocol uit moest bestaan. Nee, maar eerst moest er maandenlang geen schade opgenomen worden, een zware beving komen, enzovoort, enzovoort. En dan pas kan je niet anders en ga je handelen. Dat is hoe ik het uiteindelijk interpreteer.